hope this won't become a ledger of profit and loss. But if it does, we will be alone. Eventually we will wij zijn Byron Bay, ik ben Tom en... Ik ben Dries. We spelen ongeveer 2 jaar samen en maken, zoals we het zelf noemen, elektronische folkpop. Ik denk vooral dat folk bedoeld is op de ambachtelijke wijze op de nummers geschreven worden of zo, dat echt vertrekt vanuit een gitaar en een stem. En dat we dan wel met hedendaagse dingen, zoals een laptop, proberen daar elektronisch in te kleuren of zo. Ik heb 3 jaar geleden airplay gekregen op Radio 1 via een wedstrijd met een van mijn nummertjes. En toen was het tijd eigenlijk rijp om aan een band te denken, want daarvoor deed ik alles op mijn eigen. En dan ben ik met een vriend van mij die in mijn klas zat, samen beginnen spelen. En hij kende dan de gitarist, Dries. En hij liep echt denk een maand in mij te zagen, ja, de gitarist moet echt een keer leren kennen. Dries is echt een heel tof, dat je goed klikken en zo. En dat was effectief ook zo. Hebben we Sander, onze drummer, erbij gehaald en die heb ik dan zien spelen bij een ander groepje en dat was zo de persoon die we zochten. Safe out there. Oh, and even when the road is rough and even when you don't have a place up there, I hope you're safe. Only time wij heten vroeger Mockingjay, maar we moesten dat veranderen wegens een probleem omdat hij een film is die Mockingjay heet. En wij kunnen dus geen merchandising verkopen. En we zouden zelfs problemen kunnen krijgen met een cd met muziek op bijvoorbeeld. Dus hebben we gekozen voor de korte pijn en hebben dan een naamsverandering gedaan. Op die moment natuurlijk doet dat vrij veel pijn. Als je dat, want je hebt daar een tijdje wel je zo wat, weet ik niet. Je hebt je daar wat mee vereenzelvigd, denk ik. En als je dat dan moet afgeven, dan voelt dat een beetje alsof dat we zo... Ik vind dat voelt een beetje als een scheiding, maar we zijn hertrouwd en het is allemaal heel goed gelopen. En het is eigenlijk heel onnozel. Ik heb ingezoomd op Google Street View. En er was een straat in Georgia die heette Byron. En onze pianist is op vakantie geweest in Byron Bay. En zo is dan van het een kwam het ander. Ja. Ondertussen zitten we al 2 weken in de playlist van Studio Brussel. Een week in de playlist van M&M. En sinds vorige week Jim Push. En dat wil zeggen dat onze videoclip regelmatig op Jim komt. Het loopt eigenlijk echt veel beter dan we ooit hadden durven hopen. Dus dat is heel fijn.